Nou, jullie treffen het alweer vanmiddag. Een volle bak met kinderen. Als dat geen succes wordt... Oeh, ik ben hypernerveus, ha. Dit wordt een van de allermoeilijkste optredens in mijn carrière. Moeilijkste? Hoezo? We treden pas voor de derde keer op. Nee, je kunt nauwelijks van een carrière spreken als je pas één of twee keer op het toneel hebt gestaan. Hoewel, na vanmiddag schieten jullie natuurlijk als een komeet omhoog. Een bloemenlied, dat is nou precies waar het publiek in deze tijd op zit te wachten. Wat zullen ze enthousiast zijn als ze jullie met die tulpen zien? Ja, dat is het hem nu juist. Mijn hele familie zit in het bloemenwezen, ha. Denk je eens in. Al mijn ooms, tantes, nichtjes en neefjes. Kortom, heel Aalsmeer. Allemaal straks voor de buis. En als er dan iets misgaat, als Kees me bijvoorbeeld de verkeerde bloem aanbiedt, dan wordt in één klap mijn goede naam te grabbel gegooid. Ach, meisje, als jij nou maar mooi zingt, dan is er niets aan de hand. Ik zorg voor de rest. Waar zijn die bloemen eigenlijk? Die pak ik zo. Maak je daar nou maar geen zorgen over. Ik als manager denk natuurlijk aan alles, al loopt mijn hoofd er wel eens van om. Gisteravond, vlak voor zessen, heb ik mij nog naar het ware huis begeven. Gisteravond? Waarom gisteravond? Je had vanmorgen toch nog verse bloemen kunnen kopen, hè? Grace, kindje, deze bloemen zijn vers. Ze komen regelrecht uit de fabriek. Fabriek? Bloemen uit de fabriek? Ja, echte Japanse tulpen van duurzaam plastic. Plastic? Ha, hoor je dat, Kees? Hij wil ons plastic bloemen aansmeren. Is hij nou helemaal gek geworden? Wat vind jij daar nu van? Ik zeg altijd maar zo. Ring, ding, ding, ding. Dingetieboe. Bij een bloemenlied, Everhard, horen verse bloemen. Ha, een overdaad aan echte verse geurende bloemen. Voorjaarsboeketten, ha, sneeuwklokjes, lelietjes van dalen, wilde orchideeën, rode rozen met mooi opgemaakte tuiltjes. Ha, als nichtje van een van de vooraanstaande bloemen. Vitamina PP, para mantener la piel en un estado de salud. Vitamina E, que actúa como protector de determinados compuestos grasos muy importantes en nuestro organismo. Vitamina E, con un papel fundamental en la asimilación y aprovechamiento de azúcares, grasas y proteínas. Vitamina B1, de gran importancia para el sistema nervioso y la asimilación de los azúcares. Vitamina B2, con efectos sobre la salud de la piel y el crecimiento. Vitamina B6, relacionada con la síntesis de las proteínas. Vitamina A, de fundamental importancia para la vista y esencial para el crecimiento. Vitamina D, la vitamina antirraquítica, necesaria para la absorción del calcio y fósforo que aseguran el crecimiento y salud de huesos y dientes. Casi nada, ¿verdad? Pues ya lo sabéis. Además de un sabor delicioso, Colacao Beef tiene todas estas vitaminas. Baby! Tenga un poco de compasión. No querrá dos directores muertos en una semana. Oh, cielo. Demasiado y la comisaría. Quédese aquí un momento. No parece que fue ayer cuando decía lo mismo por usted. Dios mío, está usted en boca de todos. Oh, mijn goede naam wordt de grabbel gegooid. Het hele Westland komt in opstand. Mijn familieleden in rijen aan de deur. Geacht publiek, op deze dag hangt er een bijzondere sfeer in de zaal. Men zegt wel, een nieuwe lente, een nieuw geluid. En al is het geen lente weer, toch kun je de lente dan in het hoofd hebben. En dat mogen we van de Brilliantino's zeker verwachten. Zij brengen u klanken die uw hart zullen doen trillen van geluk. O, is het niet verrukkelijk om van hun optreden te kunnen genieten. Hier zijn zij dan ook weer, exclusief en geheel speciaal, de Brilliantino's!
Ja, jongens en meisjes, jullie hebben net misschien een stukje van de film gemist. Dat lag niet aan jullie televisietoestel, maar de zender in Lopik viel even uit. Dat kan gebeuren. En in deze pauze hebben we nog net even tijd jullie iets te vertellen over Code Boswachter. Misschien hebben jullie zondagmorgen al op de radio gehoord dat Code Boswachter terugkomt in Nederland. Dat gebeurt over 2,5 week op zondagmiddag 13 juni in de Jaap Edenhal in Amsterdam. Waar we met jullie een groot feest willen organiseren. Natuurlijk ook met Code Boswachter zelf en met zijn vrienden de houthakkers. Als jullie daarbij willen zijn, moet je vlug een ansichtkaart sturen naar de AVRO, waarop staat hoeveel kaarten je wilt hebben. En je ouders mogen natuurlijk ook meekomen. Dus, zondagmiddag 13 juni. Het kost niks, maar je moet dus wel een kaart aanvragen. Sturen naar Code Boswachter, postbus 933, 1200 AX in Hilversum. Ik zal het nog even herhalen. Code Boswachter, postbus 933, 1200 AX in Hilversum. Het spiegelbeeld. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in het land?